Het Forum Theater in Zittert is omgeturnd in het Wassenbeeldenmuseum van Madame Rousseau. En dit is natuurlijk omdat prins Ruud II, Ruud Rousseau, wordt ingeliefd bij de oud-prinsen. In deze geweldige revue zijn voor onder andere Geert Wilders, Frans Timmermans, Frans Steunis, Bepi Kraf, maar ook die Extinction Rebellion zie je een opwachting maken in deze spectaculaire show. Goedenavond. En voor de lui die van u een ander tijd zouden kijken of luisteren, ook goedenavond. In deze tijd van nationale excuses voor onder andere de toeslagenaffaire, de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen, de slavernijverleden, het geheugen van Mark Rutte, het kletje van Caroline van der Plas, de jas van Ron Hermans en nog meer en nog meer en nog veel meer. Kennen weer de oud-prinsen Zittert natuurlijk niet achterbleven. Vermotten door het stuf, gans diep door het stuf. Want ja, ook weer hebben een verleden, een grote noemer verleden namelijk. Womit weer heel veel lu voor de gek hebben gehouden. Nou ja, ja, voor de gekken hebben gehouden en laam hebben gemaakt en ook de hoeren hebben gesteld. Of ja, zeg eigenlijk maar gewoon ram voor de gek gehouden. En daarom leef Maritinnekes en Marotte, ben je weer nu ons excuses aan. Om te beginnen aan Bishop Jo Giezenseliger. Die we hebben voorgedragen als Archbishop. Maar alleen omdat veel dat beter vond je klinken als Vottenbishop. Ook ons excuses aan Oud-Dijken van Rens. Dat veel de gearresteerde kapelaan Hafmanseliger zijn carrière hebben laten afsluiten met het sluiten van de rits. Een gemeend excuus aan grootvorst Harry de Eerste. Ik zet hem daar zitten. Dat veel jarenlang zijn vinger misbruik hebben als waarschuwing voor de inhoud van de grootste noemer. En weer vergeten zeker niet onze excuses te maken aan de heer T. Bormans en familie. Dat zij bij de grootste noemer voor hun zoon Roger de Eerste de zaal hebben moeten verlaten. Ook voor de Marotte Senaat, ik zie ze hier zitten, zijn excuses op zijn plaats. Omdat we ze jedes keer hebben verweten dat ze niks doen. En dan nogmaals excuses aan diezelfde Marotte Senaat, die zijn natuurlijk ook op zijn plaats, dat van nu nog helemaal niet weten wat ze doen. Ja, ik heb het ook een beetje lastig met, sorry. Oh. Ik ga weer met de Marotte Kapel, die door de grootste noemer van de buurt verdwenen zijn. Marotte Kapel, sorry daarvoor. Voor de lui in de zaal, ger gedaan. Excuses aan de heer Birigetto Wagemans. Voor ons verwijt dat hij het anders knipte als horen. Dan wil ik ook namens Frank Braam excuses maken voor het eten op het galabal van vorig jaar. En natuurlijk wil ik dan ook alvast excuses maken namens Frank Braam voor het eten op het galabal van dit jaar. En ja, nu moet ik even gewoon improviseren, daar ben ik niet zo goed in, maar goed. Ook excuses aan het prinsenmeidje Nomi. Want ik heb vandaag op Facebook gezien dat ze heel veel van Ruud hield.
En excuses natuurlijk aan het meidje dat het maar 2 weken prinsenmeidje heeft mogen zijn. Excuses daarvoor, sorry. En je dacht dat het waar? Nee. Ook ons excuses aan de heer Ger Keulis. Nee, toch niet. Nee, laat maar zitten. Tot slot, onze excuses aan al die lui die oog en zo ger in de grootste noemer houden willen zitten, maar waarover gewoon niks grappigs over hebben kunnen verzinnen. Sorry. Voor herstelbetalingen verwiezen voor Ger alle gedupeerde door naar de marotte zittert. Die regelen dat. En die kunnen dus een e-mail schikken naar herstelbetalingen@marotte.nl. Ja, om dit soort excuses voor de toekomst te vermijden, hebben de oud-prinsen besloten om deze en alle volgende grootste noemers te laten schrijven door ChatGPT. Tja, dus, mocht Emes beledigd zijn en menen dat de grootste noemer hem of haar onrecht heeft aangedaan, dat kunnen we met de oud-prinsen dus toch gaar niks aan doen. Zo, dan is het nu tijd voor richtige amazase. Een groot jaar geleden is het begonnen, maar nu is het voorbij. Daar zit Vos Joep ten eerste, met ex-prins Ruud de Tweede aanzien zie. Veer gaan nu over hun gaat vertellen en ook een hoop angerlui den hoer is schellen. Leef lu, die grootste noemer werd gemacht! Zeer vereerdes publicum, die grootste noemer werd gemacht! Ja! Die grootste noemer werd gemacht. Und dann der ganze Zirkus. Die grootste noemer werd gemacht. Und dann der ganze Zirkus kracht. Voller Spannung sitzt das Publikum atemlos in der Manege rum. Raubtiergitter sind schon aufgebaut und jeder kriegt die Gänsehaut. Kreidebleich kommt der Kompteur heraus. So, Jüngske. Fijn dat du als stagiair hier in het vernieuwde Jochem Ershuis als mine assistent aan de slag kent. En met vernieuwd meen ik. De gemeente Zittert Gelijn heeft besloten om de culturele verenigingen hier... De culturele verenigingen om de roet te smieten. En de bijvoorbeeld die van de Pijk, die Marottekapel. Het Peterskoor, de Mannenkoor, roeten met, want ze wouden dit zonige boel vullen met richtige cultuur. Richtige cultuur. Ik zal u even vertellen waar we hier zijn en wat hier voor dich te doen vindt. We staan hier in de Limburgzaal van het Wassenbeeldenmuseum Madame Rousseau. En hier staan allerlei beelden van u die vuil voor Limburg hebben betekend. Hier vooraan staat natuurlijk onze eigen Teun Hermans, die kan je natuurlijk niet ontbreken. Hier hebben we Zefke Moots. Onze eigen stadsprofeet. En het schoonste bij hem is, als ze de ogen toedees, is het hem zuiver. Hierneven zit Jo Eres, wat het schoon geboe hervernuimd is. De trots van Zittert, de Limburgse troubadour. En hier, wij kent hem niet, Vic van Eyck. En die zult u zeker wel kennen. Dat is ons aller Beppy Kraf. De nachtegaal van Limburg.
Dit beeld heeft niks veel gekost. Ze hebben alleen maar een duimkerts gebroken om daarom te smelten. Het ergste waar ik bang voor ben, steekt ze wel goed vast. Want bij de 11e van de 11e in Remun is hij ook omgevallen. Oh, hier hebben we nog een lege sokkel. Maar daar steekt wel een naam op. Hans Verheyen. Die moeten ze natuurlijk nog maken. Maar ze weten niet wie er goed ziet. Ondertussen ben ik gek van de snor. Doe ik het even zo. Dit is nu het belangrijkste van de avond. Dit nu, dit nieuwe standbeeld is ons nieuwe aanwinst in deze Limburgse zaal. Wij hier ondersteunen, dat is het groot geheim en een grote verrassing van vanavond. Die taak is om te zorgen dat hier niks met gebeurt of dat Emes hier ter aankomt of erachter komt, wij dat is. Voor de rest moest u zorgen dat hij alles blits en blank gepotst wordt, want de wits op vandaag, dat u die smieten maar op. Tik, dat bedoel ik nog. Dan ligt hier dus zomaar een bananenschil. Ze smieten maar alles op de grond. Wat zeggen ze hier tegen? Toedeledokie. Hebben de heren al koffie gehad? Nee. De stoel beste nu, stagiair. Mijn assistent. Mijn naam is Shani. Juffrouw Shani. En nee, ik ben niet de majesteit van Stad Sittert. Ik ben gewoon juffrouw Shani. Sommige lui, die vinden dat ik leek op die boerentrampel van de boerenburgerbeweging, Caroline van de Plas. Maar ik heb een veel te smale kop en ik deel zeker hier geen gratis bier uit. Nee, ik verkoop gewoon koffie in mijn koffiebar. En daarbij, ik ben het ook gaan niet eens wat ze allebei bij de BBB doen. Die hebben afgelopen jaar de heer Guus Kwijze bij de verkiezingen van de Provinciale Staten op nummer 3 de police gezet. Dat is van het optochtcomité. En ik zou ze hem nog niet het opzoomen van mijn cappuccino-zoom toevertrouwen. Bang dat de luiker ook daar inzakken. En daarbij wordt de koffie in mijn koffiebar gemaakt van Arabica-bonen, van richtige Zuid-Amerikaanse boeren met hart voor hun product en voor de natuur. Daar kennen die Hollandse boeren nog gat van leren. Er zit meer die biodiversiteit in mijn groen vest, ja, als in een weiland vol met die Hollandse keuken. Trouwens, ik verkoop niet alleen koffie in mijn barretje vanavond. Er zijn namelijk hier in Sittert zoveel lu en verenigingen die vingen zichzelf zo groot dat ze allerlei merchandise van zichzelf goed geven. Noem de marotten. Die smeten zich kapot met spankjes en patje en weet echt wat blinkies en de kids het allemaal kopen te veel. Dan hebben ze dan even de laamijkers. Die hebben hoodies. Weet je wat dat is? Ze truien met zo'n muts eraan. En dan hebben die ook vanen. Vanen. Overal vanen. Laamijker vanen. Hebben ze de vanen al gekocht. En dan hebben ze tot overmaat de neer Wezenberg van de Marotte. Die nu het nummer heeft. Ik arm zittert. En die geeft schalen
uitbrengen van ich omzetter. Nou, een man met zo'n dikke nek en door nog een sjaal om, de krit gaat geen arm meer. Maar ja, goed, onder het motto cultuur verkoop ik al die kram ook in mijn winkeltje. Dus heren, ik zou u willen vragen, kom eens bij mij een tas koffie drinken, want dadelijk staan al die lieve de deur en vergeet het niet meer. Ja, zeker. Kom met. Nee, wat een bijzonder vrouwens was dat. En zo gaat Modders Leidje voor hoe het kon helpen. Dat kan niks weren. Hé, hey, en als ik die zo zie, hè, dan schud me spontaan een liedje in. Zullen we nog een doen? Zullen we nog een liedje doen? Ik ben zo. Ik ga nog slechter zingen als de jongen deed. Next doen. Sorry daarvoor. Ik ben zo verliefd. Hartstikke verliefd. Als ik... Potverdorie nog eens een toezek. Doet de mig maar zo'n piepje. Ik ken een aardig meidje. Het wat een puddingnaas. Oh god, jongske. Mijn dreupkeers is van de sokkel gevallen. Oh, zet hem een schouw recht op. Oh, eerlijk. Ik zit. Zet hem een schouw recht op. Dan komen er nu gasten al. Hè. Dan komen de eerste gasten. Ik ben Mark Schiefler. En mijn naam is Lisa Schiefler. En ik ben Karen. Karen Koares. Je hoort het. Je hoort het. We zijn de familie Schiefler. Ja, beter bekend als het Schiffler Sextet. Ach ja, natuurlijk, het Schiffler Sextet. Ik heb begrepen dat je een lid zit van de Philharmonie. Ik heb ook begrepen dat je er vuil voor dood. Ja, zeker, we zijn allemaal lid van de Philharmonie. Oh. Allemaal. Ja, en of we vuil doen, ja, wat is vuil, hè? Verdoen het hier. Op de hoofdstad zo gezeten zijn, hè. Kom. Ik denk dat we er best wel doen, ja. Man, in het biostoes is het veel vuur en veel nog. Ik dreun alleen maar nachts over de film. Ja, ik ken het wel stil. Dat de film
zonder de schifters en mij een stuurloos schip is. Verdom dan werkelijk alles. Alles. Weer zitten allenij in het harmonieorkest. Weer zitten in iedere muziekmissen. Weer zitten in de taploog. Weer beheren het alarm. We hebben de vicepresident in de familie, de marsleider, de dirigent van de jeugdharmonie, de archivaris, de lerares van de blokfluitles. Ja, 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 ik begreep het. Je doet heel veel. Maar wat komt je hier doen? In Nijblazen heb ik toch? Nee, nee, nee. Nou, vroeger, hier in dat Jochem Ernst, ja? Daar zat onze vriend van de Beek. En nu komen we eens kijken wat hij eindelijk aan cultuur, ik meen, wat hij nu voor een ander cultuur wordt gebracht. Ah. Maar we vinden het echt heel jammer dat hij van de Pijk die weg zit. Pap zegt, hij vindt het best jammer dat de Pijk weggeet. Ja, ja, de Pijk is weg hier. Hè? Och ja, het heeft ook zijn voordelen. Wat ben ik blij dat de Pijk hier weg is? Yes! Yes! De Pijk is weg! Oké, okay, ik hoor het al. De vriendschap zit heel diep. Ja. Zit dat hij natuurlijk door de jaren her altijd een hele grote historie gehad aan muzikale talenten. Hè? Grote schoonverenigingen, maar ook individuele muzikale talenten. Hè? Zo wie al vroeger her, Jo Eres, schone muziek, Teun Hermans. Maar zit er het ook heel veel nieuwe, aanstormende muzikale talenten? Bijvoorbeeld de Prins Ruud II. Groot talent op de truit. En ik heb ook gehoord dat hij wel eens af en toe deed zingen. Ja, ja. En Max en Lisa, die kunnen ook heel goed zingen. Hè. Ja. Maar de Prins Ruud, die zingen ook goed. Hè. Pap zegt, Prins Ruud probeert ook te zingen. Nee, daar Ruud, kijk hem echt niet zingen. Man, 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 wat zingt er slecht. Wat de man deed, het helemaal niks te maken met zingen. Hm? Nou, oké dan. Dan wil ik de familie Schiffler bedanken voor de aanwezigheid. En ik zou zeggen, geniet van ons schoon wassenbeeldenmuseum hier in Madame Rousseau. Maar vergeet zeker niet om een lekker testje koffie te drinken hier bij juffrouw Shabby. Maar wat wou ik dat voor een bold gezelschap? Die werken toch weer in een rode lab. Op een stier. Hey, maar wat is dat eigenlijk, een sextet? Zijn dat eigenlijk gewoon twee trio's? En wie deed het dan met wie? Zeg, als ik die zo zie, hè, dan vul ik spontaan een liedje in. Nee. Zullen we nog even doen? Nee. Wilt je nog een liedje huren? Nee. Ik heb gedroomd vandaag. Ik heb gedroomd vandaag. Ik word een prinses. Ik word een prinses. Potverdorie, nog eens een toezek. Doe mij maar zo'n piepje. Ik ken een aardig meisje, een richtig Maastrichtskind. Wat een piepnaas. Och, jungske, jungske, daar is mich die klein van Kraf weer van de sokkel gevallen. Die steekt wel erg los op haar verkespeurt. Zet hem eens weer gauw recht op. Oh, daar is het weer onder de stup, onder de stup. Luister, ik moet dich even gaan vertellen, ik moet even weg. Ik moet naar de geleinzaal. Ik heb namelijk een nieuwe gaasketel besteld. Ze hebben daar een afgebrande neergezet. Haha, die stommerikje. Dus die taak poetsen en zorgen dat niks aan dat standbeeld komt. En neem eens komt erachter bij de oversteek. Die taak, die verantwoording, als dat misgeeft, is het afgelopen. Succes!
Zit hier Frans Teunis? Dat heb je goed gezien, man. Oh. Frans Oetzittert. Oetzittert? Ja, Frans Oetzittert. Ik heb een vriendinnetje Oetzittert. En ik woon in Sittert. Neven Karel Verspaget in de Baandert. En ik eet iedere week bij de buren. Dat zal Karel leuk vinden, denk ik. Nee, ik meen bij café de buren, maar toch niet bij Karel, de ongehoebelde. De kind alleen zingen. Ja, dat kind was dus in Frans, maar dan best een hele keer van zittig, hè. Wat komt dan nog alweer? Wat zie je allemaal in zittig deze? Oh ja. Dank je wel. Fijn, hè. Ik woon in Sittard. Ik sport in Sittard. Ik doe de commissies in Sittard. En ik drink mijn putje bier in Sittard. Godverdomme, dan ben ik alles kwijt. Dat is oké, Frans. Het gebeurt niet volgens mij heel dik als ze op het podium steeds. Maar de pauze voor dat wasse beeld, daar wou ze nog even van zeggen. Oh ja, inderdaad. Ik hoop dat dat beeld hieronder dat ook achter mij van mij is. Hè. Maar er zal wel weer alleen in staan van die klein mus uit Maastricht. Oh. Maar Frans, dat hebben ze één keer op het kanon van het balkon gestangen. Wat zouden die kaartverkoop zo goed verleden? Dat hebben ze één keer opgestangen. Dan kreeg ze echt niet direct zo'n fantastisch standje. Jo, maar luister, vriend, ik heb het voor niks gedaan. Hè. Gratis, gans voor niks. Anders hadden ze me nog helemaal niet gevraagd. En ik wil heel graag ook komend jaar weer op het kanon zingen. En daarom heb ik een liedje gemaakt. Luister maar. En ik wil jullie eens in de land van mechelkes en snaken. De eerste keer, man, dat ze mij belde, kom, ga eens zingen, is wat ze mij vertelde. Ik zong dan twee liedjes, daar heb ik van genoten. Maar aan die neumarotte verdiende ik geen kloete. En roze! Ach, wat is het leven schoon. Optreden niet voor de poel. Moest er wel het vuur ombrengen om op het kanon te zingen. Ach, wat is het leven schoon. Ik moest er wel het vuur ombrengen om op het kanon te zingen. Ach, wat is het leven schoon. En leven wij weer op zoeken. Hey, hey,
Oh, hey, oh, dat geeft de muziek weg. Zeg, Chang. Ja. Hoe zijn jullie met zijn gasten? Oh. Ik ben mee in het koffiebarretje gaan drinken. Heb zo weer, vriend. Oh, ja, dank je. Dank je, lieflui. Maar wat welste, een cupje op mijn streek. Maar als ik daar zo zing, hè, dan valt mijn spontaan een liedje in. Zullen we nog ene doen? Nee! Wilt je nog een liedje huren? Nee! Dansen tot het morgen. Deze gaat hoger als de wurgen. U richt de van tunne zingen, dan ga ik weer bukken. Potverdorie nog eens een toezek. Doe mij maar zo'n piepje. Ik ken een aardig meidje, een richtig mustreeskind. Wat een puddingnaas. Oleg, ole. Is die Beppe mee? Oh, die is nu wel heel erg gevallen, zeg. Tommy, pak, help me zien. Of ben ik nog alleen? Help me. Oh, die klein puntje zo. Ja. Even alles. Ja, goed, zeg. Oh, de Beppe. Beppe moet er wel goed bij staan. Wie de basis weigert, het loopt direct weer uit 100. Hey, wie gaat dit oplossen? Dit moet beter. Ik heb dingen genoeg, ik heb geen besneden genoeg gemacht. Leve de heer Imame, help me met die situatie. Check even, dat heb ik geen help hier met. Van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Allah. Dames en heren, mijn naam is José Eduardo Guerrero Hoyos. Maar ik weet, is het een hele moeilijke naam, dus geef hem allemaal zeggen Joséke. Kent u wel van het liedje? Met Joséke. Oh, dat kan een liedje. Ah, ik ken een liedje, maak je me blij. Kijk hoe blij. Maar ik had een ander liedje. Met Joséke van de Deke. Met Joséke en gitaar. Het kan Joséke zingend preken. Heb ik hulp nodig van daarboven om jullie te laten geloven? Trek ik dan wat harder aan die snaar. Joséke, maar jij kan een leuke zingen, dat vind ik een fijn. Joséke is van Colombia. En ik weet, vele Nederlanders importeren vanuit Colombia. Maar liever geen arbeidsmigranten. Nee. De Nederlanders willen zelf asperges steken, of stukken doren, of glasvezelkabel leggen.
of ik een plan zie. Kijk, in Limburg jullie vieren vastelovend. Vastelovend met mooie muziek en mooie dansen en de prins. In Colombia wij vieren het geloof met mooie muziek, met de dansen en met de geplan. En we hebben vele, vele overeenkomsten met de Sittard hier. Colombia en Sittard. Maar één grote verschil. Eén grote verschil. In Colombia, ik maak een mooie muziek, ik kan goed zingen. Hier in Sittard, Prins Rutte kan niet zingen. Ik heb hem al gehoord in Gossimene, Gossimene. Prins Rutte kan niet zingen. Nu hebben de Marotte mij gevraagd om te bidden. Zo van, God kent ze in de schieke. Sorry, kaplan. Kent ze in de schieke. Wat ze kent bij je om dat te stoppen. Ik zeg, doe graag. Doe graag. Bidden voor andere mensen, doe graag. Met muziek. Kan ik lekker mooie muziek maken. Ik heb een muziek geschreven voor te bidden voor de prinsen. Het is een Spaanse liedje. Een Spaanse liedje. Dat gaat zo van... Olé! Dan moet je maar even horen. Toen een Ruud hier als de prins werd uitverkoren, zong hij als Heino een heel bijzonder lied. Maar zijn gezang was echter niet om aan te horen, want ook dat valsje, dat boeit hem helemaal niet. Dus God, als Ruud nou weer eens op een bühne staat, help ons dan, verlos ons van het kwaad. Bevrijd ons van zijn microfoon, want Ruud kan niet zingen. Ken de liedje nou? Behoed hem voor gelach en hoon, want Ruud kan niet zingen. Als hij zingt, wordt ons hart gekliefd, want Ruud kan niet zingen. Hij maakt zich dan niet echt geliefd, dus stop hem alsjeblieft. Hou een vinger in de log. Ik speel zo hard gitaar dat ik het zwart van de vingeren afgeef. Beste Ruud. Hey, Dekke. Als ik me ook kunnen vertellen dat de jongen op de buurt zat. dit is Hoerenschelle. Hoerenschelle. Ik heb er nog één coupletje. Even doorbieten. Ruud die heeft wel een zanglesje genomen. Veel enthousiasme, maar zingen lukt niet echt. Er is nog geen toon beter uitgekomen, dus God alsjeblieft, wijs hem de juiste weg. Dus als Ruud hier op een bühne weer in staat, help ons dan, verlos ons van het kwaad. Let op, hè. Bevrijd ons van zijn microfoon, want... Behoed hem voor gelach en hoon, want Ruud kan niet zingen. Als hij zingt, wordt ons hart gekliefd, want Ruud kan niet zingen. En hij maakt zich niet echt geliefd, dus stop hem als du. Hey, allé! Dank je wel, dank je wel.
Morgen in de kerk allemaal. Hetzelfde liedje spelen die keer. Kietje, wij komt. Goseke, kom lekker bij mij een tasje koffie drinken. Ah, wel echte koffie? Hoe de Sierra Nevada. Ah, lekkere koffie. Kenst ik waar, Colombia. Ja, de Sierra Nevada is een soort Kolenberg. Ja, zeker. Ik kan gelijk zeggen, olé. Mijn leven hier. Colombianen die de lui van zit, dat moet te bekieren. Dat moet toch niet veel gekke weer. Zeg, als ik hem zo zie, hè. Dat film ik spontaan een liedje in. Zullen we nog even doen? Nee! Wilt je nog een nummer huren? Nee! Welke waren nog meer? In de hemel! Potverdorie, nog eens een toezek. Doet mij maar zo'n piepje. Ik ken een aardig meisje, een richtig mestreekskind. Wat een pudding, Nas. Wat is dit alweer? Oh, moet ik dit weer op je karapen? Oh, is het prikje eraf gevallen? Zo, zet er zo weg. Even daar even zo. En is het. Oké. Fijn als ze alleen is. Kom! Veur achter. Dat is veur. Ja, de veur ook. Oh, er steeds klompveurtjes stonden boeten. Schurkelijkje nog. Oh, het gaat helemaal mis. Wie verwacht jij dat we helemaal mis moeten gaan doen? De basis weg. Het gaat helemaal mis. Trouwens, zo de Ronnie het gaat van die morotte komen helpen, maar ik weet niet hoe lang dat nog duurt, maar als het zo doorgaat, dan krijgen we het nooit af. Bessen, hoe kom je op? Ik zie hallo, niks. Jori, de best nog niet. De Marotte houden we aangegeven om vanavond met te helpen met het onthullen van het nu wasse beeld. Nu hebben ze ons, nu jonge Marotte, gevraagd om bij de deur te staan. Jori, kom, shit op, we krijgen zo instructies. Ik zie niks. Wat zei ze? Ik zie niks. Verzinnen nu een Marotte en we willen ons graag even voorstellen. Ik ben Bart Jansen. En toen de Marotte op zoek gingen naar nu leden, koosje ze natuurlijk niet om mij her. Letterlijk en figuurlijk, nee. Ik was natuurlijk zwaar favoriet. Want de Marotte van Zittert en het volk van Zittert. Als er iemand is die van het volk van Zittert is, dan ben ik dat wel. Ik ben niet voor niks vorig jaar co-geboren in Broekzittert van het dorp. Moe, Allah! Ik ben Petro. Petro Willems. Ook een van die nu bij de Marotte. Wie die van de Marotte op zoek gingen naar nu leden, kostte ze mij natuurlijk niet negeren. Ik ben geknip voor deze Marotte-functie. En die ander, geen haarbeter. In het kader van de exclusiviteit waren die Marotte op zoek naar een wat een beetje kleur zou brengen in de vereniging. Nu verdedig ik al jaren het bier als hoofdpiet en stanig voor Sinterklaas. Maar goed, zonneschmink, dus dat kost die Marotte gaan niks. Nu hoor ik die zwartkiekjes denken, wat een joekel.
Mijn leven nu, alle wielen drinken voor Pieter Marotte ook gewoon kleinekes. Zit er? Ik ben Juri Kalkoven. En ook ik ben nu Pieter Marotte. Pieter Marotte op zoek gingen naar nieuwe leden, koosten ze hun oren natuurlijk niet sloeten voor mijn muziek. Want ik ben natuurlijk, ik heb... Juri! We hebben doos, enorme doos. De beste kleinste, ik bedoel de jongste. Kom! Maar Ger... Juri, nu naar de bar, kom. Maar je moet even met me metlopen. Ik heb mijn ID-kaart niet bij me en dan krijg je een bijer met. Want als ze lunig zijn, dan denken ze maar dat ik juist een communie heb gedaan. En dan... Ah, kijk toch toch, wat een schattig manneke. Zelfs BD is zelfs Wim Klerks nog goed. Zeg, maar als ik hem zo zie, hè? Film ik spontane liedje. Zullen we nog einde doen? Wilt je nog een liedje huren? De nacht is nog zo lang. De jong is niet zo lang. Kuppes minare. En als ik hem zo zie, denk ik ook gaar. Oh nee, ja. Potverdorie. Nog eens een toezek. Doe mij maar zo'n biefje. Ik ken een aardig meisje, een richtig Maastrichts kind. Wat een puddingnaas. Veer zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion. En veer zijn rebels. We zijn rebels om wat voor ons hel maken voor een beter klimaat. En daarom zijn we tegen de grootste noemer. En Jorlix, niet... Ja. Ja. Een niet duurzaam evenement. Verpleiten voor het gebruik voor duurzame materialen. In plaats van die plastic banners van de Bannerman. Of de foam van aanstaande prinsenpap, John Smeet. Ja, en we zijn tegen het gebruik van megastallen. Jong, wat heeft dat nou met de grootste nummer te maken? Ja, ik zou het juist met die verkens van de oude prins in de kleedruimte. Daar wordt meer stikstof uitgestoten als in een megaverkenstal in Brabant. Zo is dat. Nee, maar Dobby, heb ik die eens richting in die ogen gekeken, hè? Dan kennen er best een paar van geruimd werden. Absoluut, absoluut. We zijn tegen een grootste noemer. We zijn voor een groene noemer. En daarvoor zijn we op zoek naar een richtige leider. Immers die wat grenzen kan verleggen in onze groene streek. Zeker. Op.
Goedenavond, beste mensen. Ladies and gentlemen, mijn dames en heren, mesdames en messieurs, damas y caballeros, panie e panovie, signore e signori, mechelkes en schnaken. Houd elkaar stevig vast. Houd elkaar stevig vast. Sla een arm om uw buurman, uw buurvrouw en of uw genderneutraal buurmens heen. Want ik kan mij voorstellen dat dit even bij u binnenkomt. Maar u ziet het goed. U droomt niet. Ik ben het. Echt. De grote Frans Timmermans. De groene Christus. Met zijn twee discipelen, Jesse Klaver en Atje Kuuken. Ik ben de leider die de klimaatactivisten de weg kan wijzen. En vanavond leidt die weg hier naar dit Madame Rousseau. Zij komen hier om te protesteren. Maar ik kom hier om het andere wassen beeld te onthullen. Want ik ga ervan uit, beste mensen, dat dat wassen beeld, dat dat van mij is. En niet bijvoorbeeld van een persoon als Geert Wilders van de PVV. Al spreek ik de naam van zijn partij eigenlijk het liefste fonetisch uit. Geert Wilders van de... Maar Geert Wilders, die houdt helemaal niet van cultuur. Die vindt cultuur onbelangrijk. Maar dat is niet zo. Cultuur is wel belangrijk. Culture is important. La cultura importante. Cultuur is wichtig. Cultuur is belangrijk. Beste mensen, u hoort het. Ik spreek wel een stuk of 76 talen vloeiend. Zo spreek ik bijvoorbeeld Portugees met mijn klusjesman, Oekraïens met mijn poetsvrouw, Pools met mijn tuinman, Swahili met mijn butler, Geleins met de voernisman. En zelfs Japans, met dat kleine meneertje dat bij mij thuis bij het toilet staat om de deur open en dicht te doen als ik... Ik zal het u bewijzen. Shodoku, shodoku. Terayaki, yaki, teppanyaki, yaki, Kawasaki, Suzuki. Jabira, Django. En dat betekent in het Japans meer duurzaamheid. Beste mensen. Beste mensen, wat ben ik blij dat de wassen beelden hier in dit Madame Rousseau zijn gemaakt van duurzame materialen. Want ook daar is meneer Wilders van de op tegen. Daar heeft hij niks mee. En dat terwijl ik al jaren duurzaam leef. Ik ga niet meer 6 keer per jaar op vliegvakantie. Maar nog maar 3 keer per jaar. En ik heb het vlees eten heb ik ingeruild voor het eten van vegetarische brokken. En u ziet wat dat met mijn lijf heeft gedaan. Van die afgetrainde man in Brussel ben ik nu geworden tot die gezellige, bollige pappert
die zelfs heeft mee mogen doen aan de landelijke verkiezingen. En die bijna premier werd. Totdat bijna iedereen ging stemmen op Geert Wilders van de... Maar ik heb toch een dusdanige statuur dat ik denk dat dat wassenbeeld dat dat van mij is. Dus ik ga nu naar de onthulling toe. Ik dacht dat niet, meneertje Timmermans. 35 zetels. 35! Grootste partij. 35! En wat mooi dat rechtse blok hier, hè? Mooie rechtse mensen. Aan links ook, kijk maar. 35! 35! Ongelooflijk! Ja, toch, premier, hè? Dat mensen de linkse kant, hè? Wat linkse voetjes hier, oké? Okay? Maar dit rechtse blok, geweldig! 35! 35, zeg! De grootste partij van Sittard! De grootste, en dan hoor ik zojuist een eigen wassen beeld voor u, meneertje Koekenpeertje. U moet toch wel knettergek zijn, hè, als u denkt dat je een eigen beeld verdient. Hè? De mensen die zijn niet zat. De mensen zijn niet spuug en spuug zat. Dat hoopt je, hè? En bovendien, hè, als ik u zo bekijk, hè, en er zou een wassenbeeld van die omvang gemaakt moeten worden, hè, ik denk niet eens dat dat mogelijk is. U bent gewoon te zwaar. U bent te dik. Hè, als ik aan de mensen hier vooraan zie zitten, zou ik zeggen, ga een klein beetje, hè, naar achter, want deze man kan elk moment ontploffen. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Meneertje Timmermans, hè, ik heb net uw speech beluisterd, hè. Ik heb het aanschouwd. En ik moet zeggen, ik denk er zo het mijne van. Ik heb nog nooit zoiets gehoord als dit ontstaltig stukje cabaretteketet. Het is werkelijk te gênant voor woorden, die zelfverheerlijking, die hooghartigheid. Ongekender. Ik heb net met een paar mensen hier gesproken in Sittard en die zeiden, er is ooit één inwoner geweest, hè, in Sittard die nog meer van zichzelf hield dan u, hè, die nog voller van zichzelf was dan u. Ja, ik weet, het is bijna onmogelijk, maar die man is er echt geweest. En die hebben ze notabene met pek en veren de stad en zelfs het land uitgejaagd. Wie was dat dan? Wie dat was? Dat was de heer Lijn Meijzen. En als hij dat niet gelooft, hè, dan moet hij gewoon even zijn Facebookpagina checken. Hè. Dan geeft hij ongeveer iedere 3 minuten een update vanuit Malaga. Maar goed, dat even terzijde. Wat ik even wil zeggen is, meneertje Koekenpeertje, is heel simpel. Niemand zit meer te wachten op deze hysterische onzin van u. Als er iemand is, meneer Wilders, die onzin praat, dan bent u dat wel. Met uw met waterstofperoxide niet duurzaam geblondeerde haren op dat lege hoofd van u, dat alleen maar dient als klankkast van holle frazen. En wat zou de wereld er een stuk beter hebben uitgezien als ik gekozen zou zijn tot minister-president? En, beste mensen, wat waren we er dichtbij, hè? Wat waren we er verschrikkelijk dichtbij? En nu is dat zo ver weg. Nu is dat zo verschrikkelijk ver weg. En dat... Dat is maar goed ook, hè. Weet u, ik heb net weer dit allemaal beluisterd. Hè. Ik heb net bedacht van, goh, wat is nou eigenlijk de reden waarom wij hier staan? Het is heel simpel, hè. Ik denk net eens even geluisterd naar mensen die hier stemmen. Hè. Er zijn de meeste mensen die stemmen hier op het GOP, tot pas geleden. Hè. Mensen, de grote onzinbeweging noem ik dat altijd. Hè. Er zit niemand te wachten op al die onzin van mevrouwtje Santa Marino, of hoe het beste mens ook mag heten. Nee, de grote onzinbeweging, die zit er daarna niet op één. En die zit er daarna moet juist wel op één. Dat bent u toch met mij eens, of niet? Nee. Nou, u ziet het, hè, genoeg PVV-stemmers vandaag hier aanwezig. Hartstikke bedankt allemaal. Ik word binnenkort premier.
Nou, en als er dan toch hè, een beeld onthuld moet worden, hè, dan is dat beeld natuurlijk voor mij en niet voor iemand die het uitgeeft als loser. Hè. Er is maar één iemand die dat beeld verdient. En als er een politicus op moet staan, ja, dan ben ik dat natuurlijk. Dus ik ga nu ook gewoon dat beeld onthullen. Nee, dat ga ik doen. Nee, dat ga ik doen. Nee, dat ga ik doen. U hebt verloren. Nee, nee, maar dit standbeeld is wel van mij. Nee, dat is mijn standbeeld. Zit er goed wie een pechje boter op een warme gourmetavond. Niks meer van over. Niks meer van te maken. Wat moet er van nu? Wat moet er van nu? Oh. Is er Emus in die ganse zaal hier, die er uitziet wie een wasse beeld. Ja, ja Ruud. Ik denk dat ik dit toch wel uitnodig om even op te storen. Maar geen touche, alsjeblieft. Ja, Ruud, ga maar eens op die sokkel staan, zou ik zeggen. Hè. Ruud, met deze grote noemer is er ook een einde gekomen. Een officieel einde aan die printshop. Dus het wordt nu tijd om dicht bij ons oud-prinsen op te nemen. Maar de oud-prinsen zouden de oud-prinsen niet zijn als we niet stiekem toch nog een verrassing voor zich zouden hebben. Dus ik zou zeggen, zoals in het motto zegt, geniet van was een fan van Bas, K3. Ruud, wij zijn helemaal naar Sittard gereden omdat we horen dat u een groot fan bent van ons K3. Klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben ook vernomen dat u hele kot vol hangt met posters van ons. En dat u al onze liedjes van buiten kent. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat is van Ken Giovanni. Mensen, is dat niet geweldig? Wauw. Wij zijn ook een beetje zot op u, hoor. Ik ben helemaal van de slag. We zijn speciaal hier voor u en wij hebben ook een speciaal nummertje voor u meegemaakt. En zegt u nou eens heel eerlijk, hè, Ruud? Heeft u niet altijd al een nummertje met ons willen maken? Ja, dat zeker. Dan hebben wij hier voor u een flesje alcohol. Om lekker mee te schuddelen. Maar Ruud, als dat liedje af is, hè, dan moet u klaar zijn.
Goed schuddelen, hè. Goed schuddelen. DJ, mogen wij alstublieft muziek? En vertoon eens eens toen u zich voor het eerst aan El Sintag mocht tonen. Maar Nondepi in de tuin van Louis meende u daar ineens rond de heino te klonen. Uw gezicht strak in de plooi. Ai 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 ai, ai 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 o. Maar met dames geen gekrooi. Ondanks dat was uw prinschap bijzonder mooi. Masker op, masker af, uw gezicht dat lijkt straf. Masker op, masker af, kom nu daar nog vanaf. U stapt nu voor uw troon, alles wordt weer gewoon. Masker op, masker af, gaat de spanning eraf. Masker op, masker af, uw gezicht dat lijkt straf. Masker op, masker af, u gaat nog vanaf. U stapt nu voor uw troon, alles wordt weer gewoon. Masker op, masker af, gaat de spanning en spanning eraf. Verkleur alles sinds als u zich voor het eerst in het blauwje mag tonen. Treft u subiet een verdomdelijke griet, kan u dan bij die club eindelijk eens ontdooien. Uw gezicht spreekt uit de plooi. Ai 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 ai, ai 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 o. U vindt nu uw nieuw emplooi. Uw oud prinschap wordt vast bijzonder mooi. Daar komen we allemaal! Masker op, masker af, uw gezicht altijd strak. Masker op, masker af, komt u daar nog vanaf. U stapt nu van uw troon, alles wordt weer gewoon. Masker op, masker af, gaat de spanning eraf. Masker op, masker af, uw gezicht altijd strak. Masker op, masker af, komt u daar nog vanaf. U stapt nu van uw troon, alles wordt weer gewoon. Masker op, masker af, gaat de spanning eraf. En ik ga heel even gaan zeggen. Ik wil op de eerste plaats een heel hartelijk applaus voor al die men in deze vereniging die hebben geschreven en gewerkt om deze grootste nummer mogelijk te maken. Dat zijn Cyril Niaal, Tom Jansen, Rob Goossens, Arthur Rode, wij nog Ruud Meeuwissen en onder leiding van voorzitter Raaf Klaassen. Dank u wel. En dan wil ik heel erg bedanken de regisseurs van vanavond. En het is werkelijk knap dat ze iedere keer toch weer van een stel onneuzelen toch een toneelstuk kunnen maken. Nicole en chef Sjurjus, dank je wel. Dan reg ik mij heel even tot de voorst. Die heeft de ganse nummer zitten wachten, pest dat zijn naam ook genoemd zou worden. Heb verneemd gedaan. Het is vorig jaar al ruim aan bod gekomen. En ik moet zeggen, zolang als de prins meer vreugd om te worden geslagen als de vorst, is de balans tussen u in orde. Houd dat vast, maar verhoud het nog in de gaten. Houd het nog in de gaten. Ben zo goed geschuddeld, jong. Dan kom eens van de kleur van de ding af. Kom eens bij me staan, dan blijf van me af, hè. Blijf van me af.
Het is zelje vuur gekomen dat een regerend prins nog voor de grootste noemer zet. Beste oud prinsen, ik hoop dat geer mij richtig slag. Dat hoorde de oud prinsen niet twee keer te zeggen, want als toe dat wils, dan kent ze dat kregen. En dat heb ze dus ook gekregen. Ruud, wie weer op het open hoes met zich kennis maakte, toen heb ik al direct gezag, de oud prinsenvereniging, dat is een vereniging die wat niet alleen gewoon achteraan het buffet staan gaat te zoepen. Dat is niet zo. Verzin veel meer als dat. Verzin een vereniging waar de leden ongerein steun aan een hebben. Er zijn, of dat nu zakelijk is of privé, er zijn heel veel vriendschappen uit ontstangen. En we hebben toen direct gezag in de situatie waar hier in Zoot als familie. De steun begint vanaf nu, direct vanaf dat ze nog prins moest gaan wijren eigenlijk. En we hebben woord gehouden. We hebben dich al in het jaar, en dat is best uitzonderlijk, al in een commissie van de oud-prinsen opgenomen. Dat is als schatmeester van de Galabalcommissie, als opvolger van Wim Klerks. En dat zijn eigenlijk twee dingen. Dat zijn op de eerste plaats, geef dat aan wie gij dat verwillen dat Wim Klerks nu eindelijk zijn zoet die commissie van ons geeft. En op de tweede plaats zei dat veer ontzettend veel uitkijken naar die komst bij de vereniging. En als ik dan zus achter de schermen naar die dankwoord staan te luisteren, dan denk ik, die jong, die snap wat vastelavond is. En dan ben ik ook blij dat we deze nummer hebben kunnen maken, want doe snaps wat slachten is. En ik weet zeker dat we hem ook nog een keer terugkrijgen van. Dus, veer gaan. Als hij dat nog immer wilt, dat ga ik dadelijk eerst vragen naar deze noemer. We gaan hem lid maken van de oud-prinsen. Als Ruud op de volgende vraag zegt, ja, wilst u lid worden, nog immer, van de oud-prinsen? Ja, gij. Dan wil ik gij Tuur vragen om Ruud de tweede de muts op te zetten als teken van zijn lidmaatschap van de oud-prinsen. Aanslaan. Ruud, van harte proficiat. Nogmaals, we spichten ons op wat komigheid met dich. We gaan ontzettend fel met dich lachen. Misschien zo af en toe om dich lachen. En we wensen dich van harte welkom. En dan wil ik nu Ger het woord teruggeven aan, teruggeven, ik geef het aan vorst Marot Joep de Nist. Dank u. Filter dus net op dat zij hij paddingmeester is van het Galabal, dat de eerste keer in de carrière het Galabal goedkoper is geworden. Dus dat belooft nog veel voor de toekomst. Heren Oud-Prinsen, mijn vriend van de Oud-Prinsen, mijn clubje van de Oud-Prinsen. Het was weer een nummer wie we van u gewend waren. Vorig jaar vroeg om aanslag. Maar het waren fantastisch. Van Frans Teunis tot Frans Timmermans. En van juffrouw Shani tot K3. Alles zo erin. De wereldpolitiek wordt besproken. Als José zijn werkse vakantie uitkent, Cyril zo invallen. Dat hij het nemen in de gaten. Fantastisch. Jongens, complimenten. Schoon gedaan. We hebben groot gelachen. We hebben hartstikke veel plezier weer aan deze grootste noemer gehad. Ik hoop dat Geer evenveel plezier aan Ruud gaat krijgen als wat ik met hem gehad heb. Dan gaat hier een ganse schone tijd samen tegemoet. Dank je. Ja, leef nu. En ik denk om de waardering. En ik denk, het was geweldig. We hebben genoten. We hebben allemaal genoten. We hebben achterin gestangen. We hebben alleen maar gelachen. Dus ik denk dat het wel zo waardig is om alle nee te gaan stonen. En tot natuurlijk die oud prinsen met het oud prinsje, oud prinsenleedje naar boete werden gebracht. Heren, hartstikke bedankt. Het was een geweldige grote noemer. Bedankt. Heer, een applaus voor de oud prinsen. Heren Marotte, de rechterkant naar boven. Prins Carnaval, daar zit je vast nog.
menselijke lood. De schoonste tijd van gans mijn leven, dat waren voor mij de prinsentijd. Ik was het liefste prins gebleven, niet voor een jaar, maar voor altijd. Maar het jaar dat is vergangen, het gans verschoons gebracht. Wordt de nieuwe prins gekozen,